Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. Wonder. In deze aflevering gaan we eindelijk de Special World doen. Ik kreeg net een pop-upje dat bij de shops nu tegenwoordig ook wat nieuwe badges te verkrijgen zijn. Laat ik die gewoon maar gaan kopen. En als er nog niet gevonden levels zouden zijn, dan zouden er vraagteken bij staan. Maar ik heb alle levels natuurlijk gevonden omdat ik alles gecleared heb. Dus we moeten alleen heel eventjes naar de shop. En dan zouden de nieuwe badges beschikbaar moeten zijn. Ja, hier. All Elephant Power. Oh, what the fuck. Grappig. Niet dat we die gaan gebruiken, maar het is wel leuk om al die badges te hebben. Oh. Nee hoor, we willen geen different badge gebruiken. Oké, dan gaan we even kijken naar de courses. En dan gaan we naar Special World. Oh, maar daar heb ik blijkbaar nog niks gezien, dat is kut. We gaan dan wel gewoon, we pakken hier wel ergens een... Vanaf waar konden we ook weer naar de Special World toe? Waar was dat ook alweer in wereld 1? Hier? Dat was 100. Oh, bonus. Dit is wel nieuw toch, of niet? Volgens mij is dit nieuw. Ja, dit is nieuw. Hier hebben we alleen niks aan, want we hebben heel veel. We hebben allemaal full levens. Wat grappig. De bloemen zijn blij in ieder geval. Oké. Prima. Grappig. Hoe kwam ik hier ook weer? Wacht. Waar weet ik wel zeker hoe ik naar de Special World kom? Volgens mij weet ik dat in deze wereld wel, volgens mij. Ergens rechts onderin. Weet ik ook niet. Help wel even verder. Ah, hier is het, hierboven. Volgens mij. Ja, kijk. Nice. Ik dacht al, het moest ergens bovenin zijn, maar. Oké. Special World. Pipe Rock Plateau Special, bounce, bounce, bounce. Laten we dat eens proberen. Om te bouncen. Blijkbaar wordt dit super kut. Waarom is dat zo moeilijk? Als dit de hele wereld zou worden, dan word ik niet heel vrolijk. Dat kan ik jullie alvast vertellen. Ja, ik moet deze. Oké.
Hier, wat is dat voor kut? We blijven het gewoon proberen, joh. Special wereld hoort moeilijk te zijn. Kut. Dat was niet de bedoeling. Dit is misschien zo'n wereld waar speed misschien wel de optie is, zeg maar. Het is wel een kort level, zo te zien. Dat valt best mee. Alleen moeten we natuurlijk al die coins hebben. Die bouncy balls werken net even anders dan dat je zou willen, zeg maar. Als deze beurt niet lukt, heb ik even nog een ander iets wat ik heel even wil proberen. Oh, nice. Dit wordt hem sowieso niet meer. Ben ik net eventjes wat makkelijker te... Ah, dat is balen. Nu heb ik er nog niks aan. Kut. Zo ben ik net even wat bewegelijker, in ieder geval per gevoel. Good. Oh.
Nice, gehaald. Blinkie blinkie blom. Oh, kut. Nice, lekker ring. Leveltje 1 van de Special World gehaald. Het heeft maar 10 minuten geduurd, maar we hebben hem wel. Oké, what is the next one? Kan je kopen? Oh, je moet ze, oh, je moet ze per ding halen. Dat is irritant. Oké. Okay. Courses. Dus op zich is dat goed gemaakt. Want dan ga je ze dus ook bij alles proberen te vinden, zeg maar. Nou, dat is zo'n gold ding, maar die doen we op een later moment wel even. Oké. Pluff Puff Peak Special Climb to the Beat. Oh nee. Dit is een Climb to the Beat. Die is moeilijk. Daar heb ik al een filmpje van gezien dat die super kut is. Is het misschien handig om die ene bloem te gebruiken dat je walgen beter zijn? Kut. Ik ga eens kijken, welke is het ook alweer? Deze. Jammer dat je dit dan weer elke keer opnieuw moet zien, hè? Dat is zo sad. Dit is zo moeilijk. Je moet echt langer wachten in het begin, omdat hij anders gewoon niet op tijd is.
Kut. We hebben in ieder geval weer de coins. Zo close. Nou, ik weet niet trouwens niet of ik zo close was. Maar het ging echt goed, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel een vet level. Ik moet heel eerlijk zeggen, het gaat me stress opleveren en ik ga raidje, maar ik vind het wel een vet level. Kut. Nu ben ik weer te snel, hoe kan dat nou? Ik heb alle coins. Oké. Wat een stress level.
Let's go! Ik weet niet, ondanks dat het heel moeilijk is, haal ik wel heel veel plezier uit de level. Het ging al niet goed. Ik zat al niet in het juiste tempo. Nee, so close. Oh. Ik was weer te vroeg, kutzooi. Yes! Yeah. Oh, see! Dit is een vet level, holy shit! Nice! Zeer pog. Dank je wel, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.